Hallo, mijn naam is Yuri. Ik was altijd een danser bij de Dutch Junior Dance Division en dit jaar doe ik weer mee met de Christmas Carol. Ik dans vanaf mijn 10e en ik ben nu 30, dus ik dans al 20 jaar inmiddels. En ik heb gedanst onder andere bij het Internationaal Danstheater, maar ook bijvoorbeeld met David Middendorp en nu dus ook weer bij de Dutch Junior Dance Division. Ik ben begonnen bij Tom Marines met Abdallah en de Gazelle van Basra. Dat was de eerste productie die ik met ze deed in 2011. En dit wordt de 8e productie die ik bij ze doe. De 7e waar ik in dans. Ik heb 1 jaar ook meegeholpen met techniek achter de schermen, wat ik ook heel erg leuk vond. Ik ken Tom Marines inmiddels best wel goed. Ik weet wat ze willen, ik weet hoe zij werken, wat zij nodig hebben. En het blijft altijd heel erg leuk om met ze te blijven werken. Reaching with the heel from the center of the leg. Don't go forward, don't collapse the top of the Ik ben klassiek getraind en dat is ook waar ik het meest van hou, wat het meeste doe ook. Ik hou ook heel erg veel van volksdans, dat doe ik helaas niet zoveel meer. En ik hou heel erg van als we dicht bij het publiek zijn. Dus eigenlijk de kleine producties die spreken mij altijd het meest aan. Al als ik zo'n grote productie heb als de Christmas Carol, dan spreekt het mij ook enorm aan om weer in een groot theater te staan. Ik kende eerlijk gezegd het verhaal van de Christmas Carol niet heel erg goed. Ik heb het wel ooit eens gezien, maar dat is alweer een hele tijd geleden. Dus ik heb weer opnieuw het boek gelezen om te kijken wat mijn karakter het meest nodig heeft. En ik ben Bob den Dulk in ons verhaal. Dat is Bob Cratchit in het Engelse verhaal. En ik heb gekeken hoe die zich zou kunnen voelen. Hij heeft een familie. Hij verliest, in de toekomst verliest hij zijn zoon. En ik heb door mij hier bij het boek zoveel mogelijk in te leven, probeer ik me ook heel erg in te leven in de rol die ik straks ook op het toneel moet doen. De leukste herinnering met een kerstproductie was denk ik toch wel ook Alice in the Winter Wonderland. Daar was ik het konijn bij. En dat vond ik denk ik echt de leukste rol die ik ooit heb gedanst op het toneel. Al ben ik nu weer meer deel van een groep. En ik hou veel meer eigenlijk van de groepstukken om samen met de mensen te dansen in plaats van solo stukken. Solo stukken sta je toch apart op het toneel vaak. Het mooiste vind ik eigenlijk om met een hele groep op het toneel te staan. En ik denk dat het konijn bij Alice was toch wel echt een hele speciale herinnering voor mij. En dat is toch iets waar ik me heel erg in thuis voelde. En dat is toch echt een mooi moment geweest voor mij. Als Bob den Dulk, ik had het al eerder gezegd, het is een familieman en het is iemand die heel erg geeft om zijn familie. En zelfs als Scrooge echt hem eigenlijk heel erg slecht behandelt, probeert hij altijd toch het beste ervan te maken. En dat is best wel speciaal in deze rol, vind ik. En ik kan me daar op zich wel in zien, want ik ben zelf ook, vind ik, wel vergevingsgezind in bepaalde opzichten. Ik ben niet heel erg judgmental over dingen. En ik kan best wel deel van mezelf ook in deze rol vastleggen, denk ik. Hij is gewoon zorgzaam. Hij heeft altijd alle mensen om zich heen. En daar kan ik me heel goed bij identificeren.